Met de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit heeft Vlaanderen gekozen voor een binair landschap met professioneel gerichte opleidingen aan de hogescholen en academische opleidingen aan de universiteiten. Die ontwikkeling verscherpt de vraag naar de relatie tussen beide soorten opleidingen en hun organisatorische context. Evolueren ze voortaan los van elkaar of kunnen ze door samenwerking toegevoegde waarde creëren voor elkaar? De Hogeschool Universiteit Brussel en KAHO Sint-Lieven bieden zowel professionele als academische opleidingen aan. HUB-KAHO zet sterk in op het verstevigen van dwarsverbanden tussen beide opleidingsvormen. Enkele voorbeelden. Studenten met een professioneel bachelordiploma kunnen bij HUB en KAHO vlot een bijkomend masterdiploma behalen via een schakelprogramma. HUB en KAHO bieden schakelprogramma's aan binnen de faculteiten Letteren, Economie en Bedrijfswetenschappen en Industriële Ingenieurswetenschappen. Vorig jaar telde HUB-KAHO maar liefst 837 schakelstudenten, ongeveer 5% van de totale studentenpopulatie. Geen enkele andere hogeschool heeft meer schakelstudenten. Studenten met een vooropleiding professionele bachelor bouw kunnen binnen onze opleiding via een schakelprogramma het diploma industrie-ingenieur bouwkunde bekomen. Dat schakelprogramma omvat ongeveer 60 studiepunten. Nu, zo'n schakelprogramma is niet zo eenvoudig. Er komt namelijk heel wat theorie bij kijken. Vandaar ook dat motivatie voor studenten die het willen proberen heel erg belangrijk is en de kans op slagen heel sterk vergroot. Nu loont dat alles de moeite, natuurlijk zou ik zeggen. Ze krijgen immers op de arbeidsmarkt veel meer mogelijkheden met een diploma van industrie-ingenieur bouwkunde. Ze zijn veel breder inzetbaar. Tevens is het zo dat met hun vooropleiding professionele bachelor dat ze eigenlijk over extra toeven beschikken. Zo zijn ze beter gevormd voor het uitvoeren van planningen. Uitvoeringstechnisch zijn ze ook beter geschoold. Bouwadministratie zit bij die professionele bachelors veel sterker in de opleiding. Terwijl als industrie-ingenieur gaan ze dan echt wel de berekeningsmethodes van allerlei bouwkundige constructies gaan beheersen. Na mijn studies, mijn professionele bachelor accountancy fiscaliteit, heb ik besloten om verder te studeren hier aan de HU Brussel. Een schakelprogramma eerst dat leidt tot de master handelswetenschappen, een academisch diploma. Nu, ik heb gemerkt dat mij dat zeker heeft geholpen, zowel om mijn job te krijgen, maar ook om mijn job op dit moment goed uit te oefenen op dagelijkse basis. Mijn professionele achtergrond zorgt ervoor dat ik mijn job van vandaag zeer goed kan uitoefenen. Met daarin gekoppeld de meer academische achtergrond zorgt ervoor dat ik ook alles kan plaatsen in een iets breder economische context. In de Algemene Studentenraad zetelen zowel studenten van professionele als van academische opleidingen. De leden van de Raad behartigen samen de belangen van alle studenten, zowel die van de HUB en KAHO als die van de KU Leuven. Samen vergaderen ze over het reilen en het zeilen op de verschillende campussen en stippelen ze een gezamenlijk studentenbeleid uit. Ook op andere vlakken ontstaan spontane, gezamenlijke projecten, waarvoor professionele en academische studenten de handen in elkaar slaan. Het studententoneel De Sterrendief is daar een mooi voorbeeld van. Acteurs en muzikanten brachten het pakkende verhaal van een straatarme dichter en zijn vrienden die voor hun dagelijkse ellende troost vinden in de schittering van de sterren. Ook personeelsleden van de professionele en academische opleidingen werken nauw samen. Sommige personeelsleden werken enkel voor de professionele opleidingen. Anderen zetten zich in voor de academische opleidingen. Velen verzorgen de dienstverlening voor beide groepen. Al deze personeelsleden werken bij en met elkaar op verschillende campussen van de HUB-KAHO. Zo ontstaat er een uitwisseling van ervaring en know-how. De expertisecellen diversiteit en internationalisering bijvoorbeeld zijn het resultaat van die dialoog. Een ander sterk staaltje van tweerichtingsverkeer tussen professioneel en academisch onderwijs zijn de stages voor bachelorstudenten chemie in de onderzoekslaboratoria van de masteropleiding Industrieel Ingenieur. De professionele bachelorstudenten chemie doen hun stage op het einde van de opleiding in het laatste semester van het derde jaar. Deze stage doen ze in een onderzoekslaboratorium of een bedrijf. Een onderzoekslaboratorium zoals bijvoorbeeld hier de brouwerij van KAHO Sint-Lieven. In deze brouwerij doen toch jaarlijks een aantal studenten professionele bachelor chemie hun stage. Wat doen ze tijdens deze stage? Ze werken mee aan onderzoeksprojecten van doctoraatstudenten of onderzoekers. Vaak zijn die onderzoeksprojecten in samenwerking met brouwerijen of bedrijven. En dat is eigenlijk een versterking van het onderzoek. De samenwerking tussen professionele bachelorstudenten en masterstudenten is eigenlijk een goede wisselwerking, omdat de professionele bachelorstudenten hun praktische vaardigheden meebrengen die ze geleerd hebben, waarin ze getraind zijn tijdens de opleiding, nauwkeurig en betrouwbaar laboratoriumwerk uitvoeren. De master- en doctoraatstudenten brengen hun theoretische kennis bij en die wisselwerking is eigenlijk een serieuze versterking van het wetenschappelijk onderzoek. Heel wat buitenlandse studenten kiezen ervoor om via het Erasmus-programma enkele maanden of een volledig jaar les te komen volgen aan de HUB en KAHO. Erasmus-studenten die een professionele opleiding kiezen, kunnen sinds kort ook enkele vakken uit de academische opleidingen meepikken. De buitenlandse gaststudenten genieten zo mee van de sterke synergieën tussen het professionele en het academische onderwijsaanbod in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Taalzwakkere studenten uit de professionele opleiding bedrijfsmanagement kunnen sinds vorig jaar aankloppen bij de faculteit letteren. Binnen het vak taalmonitoring staan de academische studenten klaar om hen te begeleiden. Tijdens individuele coachingsessies komen bijvoorbeeld spelling, tekstbegrip en uitspraak aan bod. De taalcoaching is voor beide partijen een unieke gelegenheid om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. De studenten met een taalprobleem behalen betere resultaten, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. En de coaches doen waardevolle praktijkervaring op. Ook de samenwerking tussen de professionele opleiding Sociaal Werk en de academische opleiding Tolken is een win-win scenario. De studenten Sociaal Werk oefenen gesprekstechnieken met cliënten tijdens rollenspellen. Met de hulp van de studenten Tolken simuleren ze een situatie waarbij de gesprekspartners elkaars taal niet spreken. Zo'n gespreksopstelling benadert beter de diversiteit van de werkpraktijk. Bovendien is de simulatie ook voor de tolken in spe leerzaam. Zij leren bijvoorbeeld hoe ze emoties moeten vertalen. In het Kweekcentrum te Zelen vonden de studenten van de professionele opleidingen Agro- en Biotechnologie en Bedrijfsmanagement en academische studenten Industriële Ingenieurswetenschappen elkaar als sterke partners. Samen onderzoeken ze of de teelt van de Europese rivierkreeft een rendabele nieuwe activiteit kan zijn voor Belgische landbouwers. Hier in het Aquarf onderzoeken we de kweek van Europese rivierkreeft. Dat is een soort die vroeger in verschillende Europese landen voorkwam, maar door een schimmelinfectie is die op veel plaatsen verdwenen. Hier kweken we de soort in een gesloten systeem, waar we de introductie van die schimmel kunnen vermijden. En bovendien kunnen we dan alle teeltparameters zoals temperatuur en voeding optimaliseren. Bij die proeven krijgen we hulp van studenten agro- en biotechnologie, vooral van de afdeling dierenzorg. Op restaurant wordt tegenwoordig vooral de Amerikaanse rivierkreeft aangeboden. Dat is een kleine soort die weinig smaak bevat, terwijl de Europese rivierkreeft wereldwijd bekend staat voor zijn excellente smaak. Studenten van de richting bedrijfsmanagement hebben reeds aangetoond dat er interesse is voor Europese rivierkreeft, vooral in de sector van sterrenrestaurants. Daarom gaan we verder onderzoeken of deze soort rendabel gekweekt kan worden in België. Nu starten we met een vervolgproject waarbij we zullen samenwerken met studenten industrieel ingenieur en het laboratorium voor lichttechnologie. We zullen dan onderzoeken wat de invloed is van licht op de kweek. Stelt u het zich even voor. Een bedrijf produceert conserven. Op een dag piekt het energieverbruik plots. Het management zit met de handen in het haar en wil de oorzaak kennen van die onverwachte stijging die handenvol geld kost. Zij kloppen aan bij KAHO. Professionele studenten energietechnologie ontwikkelden samen met de industriële ingenieurs Optie Energie een tool voor energiemonitoring. Ze kregen advies van enkele partners uit de bedrijfswereld. Dankzij de gespecialiseerde software kan het bedrijf de energetische verliespost snel lokaliseren en herstellingen uitvoeren. Snel lopen de conserven weer vlot van de band zonder overdadig energieverbruik. Met dank aan de samenwerking tussen studenten uit professionele en academische opleidingen. De eerste zin van de opdrachtverklaring van HUB-KAHO stelt dat de student centraal staat. De integratie van de academische opleidingen in de universiteit doet geen afbreuk aan dat basisprincipe. HUB-KAHO kiest uitdrukkelijk voor studentenvoorzieningen zonder onderscheid tussen academische of professionele studenten. Studenten kloppen bij de studentenvoorzieningen aan voor financiële, sociale en psychologische ondersteuning. Daarnaast is de Stuvo ook actief in domeinen die te maken hebben met het studeren, zoals huisvesting, op kot gaan, vervoer, mobiliteit, studentenrestaurants en natuurlijk ook het studentenleven. Samen met de studentenorganisaties zorgt Stuvo er immers voor dat studenten zich zowel op sportief als cultureel vlak kunnen ontplooien. De studenten bepalen mee het beleid inzake studentenvoorzieningen. Zij maken deel uit van de Stuvo-raad. Op het vlak van de studentenvoorzieningen zal er weinig veranderen door de integratie van de academische opleidingen in de KU Leuven. In een protocol afgesloten tussen HUB-KAHO en de KU Leuven wordt immers bepaald dat de studenten van academische en professionele opleidingen die samen op één campus studeren gelijk behandeld moeten worden. Ook het Stuvo-beleid zal in de toekomst nog gevoerd worden zoals dat ook in het verleden het geval was. Op die manier kunnen we garanderen dat er een beleid komt op maat van elke campus. Metrolijn 5 doorsnijdt Brussel van west naar oost, 28 metrostations lang. Wie in elk station bovengronds gaat, komt telkens in een andere wereld terecht. Van het Erasmus ziekenhuis over de straten van Molenbeek tot en met de Europese wijk. Het is een kaleidoscoop van kleuren, talen en culturen. Die veelzijdigheid brengt het project Metrolijn 5 in beeld. Academische en professionele studenten bundelden hun creatieve krachten om bij elke halte portretten te maken van buurtbewoners. Als gelegenheidsjournalisten interviewden de studenten Brusselse medemensen. Ze organiseerden omkaderende activiteiten en ontwikkelden een applicatie voor een fietsroute. De sterkte van dit project schuilt in de diversiteit van de ontmoetingen. Niet enkel met boeiende Brusselaars, maar ook van professionele studenten en academische studenten onderling. Voorgaande projecten tonen dat de Hogeschool Universiteit Brussel en de KAHO Sint-Lieven samen sterk inzetten op de complementariteit van het professioneel en academisch onderwijs, waarin studenten, docenten, personeel en onderzoekers via dwarsverbanden toegevoegde waarde voor elkaar creëren.